Ja, Yvonne, jij bent van Stichting Haarwensen. Kun je eens vertellen wat jullie met dit geld kunnen doen ongeveer? Nou, het grappige is, toen jullie het eindbedrag bekend maakten zo'n beetje, toen is er nog steeds geld bijgekomen. Mensen zijn blijven doneren. Dus het bedrag is nu zo hoog dat we 23 kinderen het complete traject haarwerk kunnen geven. Met alles erop en eraan. Met verzorging, met het onderhoud. Goed, met, dus ja, er zit hier een kanjer naast me. Ja. En namens iedereen die luistert en dus gedoneerd heeft. Op wat voor bedrag zijn we terechtgekomen, Yvonne? Kun je dat ons vertellen? Nou, ik denk dat Koen het maar moet vertellen. We hebben een hele mooie oorkonde voor hem gemaakt, waar ook twee kinderen op staan die een prachtig haarwerk op hebben. Nou, Koen, deze is voor jou. Ja, nou ja, dankjewel. Dit is voor, natuurlijk voor de stichting, maar een onwijs mooi bedrag. €34.825. Zal ik eens even gaan meten hoe laat het is, Koen? Ja, ik ben benieuwd. Ik heb mijn latje meegenomen, hoor. Oh, je hebt gewoon je meetlatje, echt je rollenmaat. Ik heb mijn meetlatje bij, hoor. Ja. Moet vanaf de kruin meten, heb ik van Yvonne. Het is echt flink, hoor. Ja, dit is toch niet normaal, jongens. Hoe lang is het? Hoeveel is het? Om precies te zijn, 72 centimeter. Nou, dan is eigenlijk 35 centimeter nog wel weinig eigenlijk. Ja, dus we kunnen door naar de 50, toch? Dan kunnen we door naar de 50, of niet? Helemaal een officieel momentje is dit, hè? Ja, zeker. Jij mag straks als eerste de schaar zetten in het haar van Koen. Heb je nog advies voor Sterre Klaas? Ja, het belangrijkste is om een beetje ruimte nemen. Ruimte knippen, dat is belangrijk. Ga ik zeker doen. Ruimte nemen, een dikke 35 centimeter gaat er vanaf voor Stichting Haarwensen. Ja, Sterre, ga je gang. Dit is een... Ja. Ze heeft geen trillende handjes, vind ik heel knap. Ja, okay. Sterre, succes. Dan gaan we. De staart van Koen. Dames en heren, de schaar gaat erin. Ja, dat is zo. Dat is eraf. Laat het even aan Koen zien, Sterre. Laat het even aan Koen zien wat je eraf hebt geknipt. Laat het even zien wat je eraf hebt geknipt. Leuk bobleitje. Hoe voelt dit, Koen, als je je eigen staart ziet? Ja, maar ik voelde die spanning helemaal zo van baar zo loslaten. Weet je, dat je het zo... heel kort nu trouwens. Ja, het voelt heel kort, hè? Ja, gek. Oké, nou, er wordt nog meer geknipt. Hebben we nog een kant. Ik kan er wat kinderen mee blij maken. Ja. We houden het bij één staart. Die andere staart laat hangen. Koen, geef even een gil. Gaat het nog goed? Nee, deze nog. Ja, wat zeg je? Deze. Ja, gaat het goed of niet? Ja, gaat heel goed. Oh, ja. Die stem ook, hè? Ja. Ik zie wat in het raam. Het ziet er wel kort uit. Merk je ook qua gewicht wat, of niet? Dat je denkt, ik heb veel minder gewicht achter me. Ja, nee, het voelt heel... Eigenlijk valt een last van mijn schouders. Ja. Stekeltje staat je ook gewoon heel goed. Ja. Ik lijk een beetje, wat ik nu zie in het raam, ik lijk een beetje op Paris Hilton. En misschien ga je dan eindelijk weer wat harder schaatsen, Koen. Dat was ook wel nodig. Ben je tevreden over je haar of niet? Want het is nu klaar, het is geknipt, het is kort, hè? Is het wel? Ja, het is wel echt een stuk korter, ja. Het ziet er goed uit, hoor, vind ik. Ja, dankjewel. Ja, ja. Ik moet even wennen, maar ik vind het wel goed. En wat vond Jutta ervan, denk je? Want jij kan haar beter lezen dan wij. Wij horen op de achtergrond een beetje, oh my god, het is een boblijn. Maar vond ze het oké, denk je, of niet? Of zag je toch een beetje... Ik denk dat ze het eventjes nog goed moet zien, weet je. Toen waren we nog aan het knippen. Toen leek het wel heel erg inderdaad op Mary Poppins. Maar ik denk dat het nu wel... Ik zag net wat in het raam en op de telefoon ziet er goed uit. Ja, ik denk wel dat ze blij is. Een beetje Beatrix in de jaren 80. Een beetje dat soort kapsel. Beatrix in de jaren 80. Hier, weer. Hoe kun je het ook zo positief brengen, Klaas? Dat is mooi. Dat je het ook nog als een compliment over kan brengen. Ja, ik wil ook niet. Ja, Koen, fantastisch. Je hebt toch gewoon geflikt, jongen. Gewoon een dikke €34.000 gaat naar Stichting Haarwensen. En dat is mede dankzij jou gelukt natuurlijk. En namens iedereen die gedoneerd heeft. Dus daarmee ook heel erg bedankt. Ik vind het een geslaagde actie. Zo. Ja, nee, ik ook zeker.